We gaan zo nog even de zaal in, want ik ben ook erg benieuwd naar uw leeservaringen en vragen natuurlijk voor Peter Verwalle. Maar voor ik dat doe, ik heb ook een aantal vragen via internet hebben binnengekregen. Dus dat is ook wel leuk om jou even voor te leggen van trouwe lezers. Even kijken, de eerste is van Joris van Hoofden. Dat vond ik een heel intrigerende vraag. Wat stond er op het briefje dat Sigerius in zijn zak had? Ik zal het even opfrissen. Joni vindt dat briefje. En... Na de zelfmoord van Sigerius. Ja, ja, precies. En die is helemaal bedroefd natuurlijk. En die huilt en die kan eigenlijk niet goed lezen wat op de kaart staat. En die gooit het weg en die leest het niet. En waarom heb je dat juist opengelaten? Dat is eigenlijk de vraag. Wat? Nou, het had ook een prozaïsche reden. Ik had eerst een briefje. Maar ik vond niet zo'n sterk briefje. Je kunt het hier misschien wel vertellen. Wat stond er op dat briefje toen? Dat weet ik echt niet meer. Dat was iets een beetje... ik vond het een beetje cliché. Ik vond het een open deur. Wat zeg je als je een beslissing hebt genomen? Het was ook niet een man om met een enorm epistel te eindigen. Dus ik dacht, het is veel suggestiever en interessanter als Joni. Want daar zit ook haar besluit in. Mm. En ze gooit het briefje weg zonder het te lezen. Mm. Waarmee ze eigenlijk al zegt van, jongens, dit was het. Mm-hmm. Ik vertrek. Ja, ja. Dat vond ik daar krachtig uit blijken. Krachtiger dan wanneer daar een of ander sloom, zoetig briefje te lezen was geweest. Okay. Dus het briefje bestaat niet. Ja. Nee, oké. Dat is duidelijk. Andere vraag. Dat is meer een suggestie nog. Dat ging over Sophie Hilbrand. En de verfilming van de roman. Nou, daar hebben we het eigenlijk over gehad. Hè. Wie wordt Aaron Bever? Dat is nog een beetje onduidelijk. Wacht even hoor. Weet Buwalde hoe Aaron het zou vinden als het boek een film wordt? Zijn persoonlijkheid inschattende levert dat weer de nodige slaaploze nachten en psychoses op. Dit is een vraag van Greet van Bente. Ik ben nooit psychotisch geweest trouwens. Nee, hoe heb je je daarin in? Dat is ook zo'n onderwerp. Hoe ben je daar... En daar ben ik trouwens heel blij om. Sinds ik daar veel van af weet, wens ik het sowieso niemand toe natuurlijk. Nee. Maar dat lijkt me echt een kwelling. Nee, ik ben toen in Haarlem, hadden ze een soort gezondheidsplein in de bibliotheek, waar alle nare boeken over enge ziektes bij elkaar stonden. En ze hadden ook een heel vak psychose. En dat heb ik helemaal leeggeroofd binnen het bestek van een maand, want die mensen me echt aan die balie echt meewarig begonnen aan te kijken. Die dacht echt van, ik hoop dat die vandaag zijn pillen weer in heeft genomen. Ik schaamde me echt. Ik vond het echt bijna best... Ja, verschamen. Je moet je daar verschamen. Maar ja, als je daar 20 boeken komt lenen over psychose, ja, en voor de rest niks... Ja. Dat maakt een rare indruk, maar dat had ik ervoor over. En daar heb ik veel uit opgestoken. Ik heb ook nog wat mensen die daar ervaring mee hebben gesproken. Mm. Okay. En toen wist ik genoeg. Ja. Okay. Dus geen slapeloze nachten waarschijnlijk voor jou. En zeker geen psychose naar aanleiding van die... Nee, de verfilming heb ik ook een filosofie over bedacht, als je die behoort. Ja, graag. Dat, kijk, je kunt je als schrijver heel erg druk maken of dat geen goede film wordt. Hè? Want dat is natuurlijk de angst, daar is je film niet goed. Maar als je in de geschiedenis kijkt, er zijn films die zijn zo goed, boekverfilmingen, dat het boek daardoor vergeten is. Bijvoorbeeld One Flew Over the Cuckoo's Nest. Het boek van Ken Casey is een goed boek, maar er zijn best weinig mensen die dat boek nog kennen. Mm-hmm. Altijd de film. Ja. Dus eigenlijk moet je als schrijver streven naar een beetje een middelmatige film. Ja, nee, ik snap het. Daar ga ik dus vanuit. Mooi, nou, we zijn benieuwd. Moet u het niet twitteren? Dat is ook weer zoiets, hè? Wij hebben nog wat gelegenheid voor vragen uit het publiek. Ik kom even met de microfoon die kant op. Anneke heeft ook een microfoon. Kijk, ik ben nog te verstaan. Vingers, wie wil Peter Buwalde iets vragen over personen, de plot, inspiratie, slapeloze nachten? Porno mag ook, noem maar op. Niemand durft iets te vragen, ja? Ja, gelukkig. Henk Blauwbroek. Ik begrijp dus dat het UT nu jou een beetje heeft gelanceerd. En ik weet wel dat toen ik jou voor de eerste keer zag, denk van nou, het is qua journalistiek is het niet helemaal oké, maar qua schrijver zit er een hoop in. Nou goed, je hebt nou een bestseller gemaakt. Ben je niet bang dat jouw tweede boek mislukt, waardoor je helemaal op aarde terugkomt? Nou, dat zou heel goed kunnen. Dat is natuurlijk het zou goed kunnen. Ik ga natuurlijk alles in het werk stellen om dat te voorkomen. Maar dat is natuurlijk het grote risico van meteen een groot succes hebben. Dat je verlamt of dat het tegenvalt bij de tweede keer. Maar ik ben wel iemand die, heb ik gemerkt, die dat wel lekker vindt, een beetje druk.
Dus ik had het liefst ook nog een van die prijzen gepakt. En daar was ik helemaal klaar voor de winter. Nee, ik denk dat het wel... Ja, nou, misschien loopt het niet los, maar als dat zo is... Ik ben nog steeds op aarde. Het kan vriezen en het kan dooien. Zeker ook met... slechte metafoor. Zeker ook met schrijven. Maar ja, als het tweede mislukt, dan is er ook weer een derde. Hoe voel je je eigenlijk, hè? Hoe voel je je nou als bekende Nederlander? Ja. Toch niet zo heel anders, eerlijk gezegd, als onbekende Nederlander. Dat een eerste. Ik voel me soms wel een beetje belaagd. Ik bedoel, ik zat net even na te denken over hoe ik dat dan die zaal in slinger zo van niet twitteren. Hè. Het komt dan een beetje paranoia over. Maar het is wel gek om elke dag, dus echt elke dag, of gefotografeerd, gefilmd of vragen worden aan mij gesteld. Ik word ook heel vaak verkeerd geïnterpreteerd. Als ik hier bijvoorbeeld had gezegd van, wat ik net dus gewoon zei, van je moet zorgen voor een middelmatige film. Er zijn er dus mensen tegenwoordig die dan op Twitter zeggen... Peter Bewalla denkt dat Bonita Avenue een middelmatige film wordt. En dan heb ik dus de volgende dag contact met de regisseur, weet je wel. Dan moet ik dat gaan uitleggen. Ja. En dat daar een weg in vinden van wat zeg je wel en wat zeg je niet... en hoe ga je daarmee om, dat is even wennen. Maar voor de rest merk ik nauwelijks verschil in mijn leven. Maar ik vond die vraag van Bert wel interessant. Want hoe heb je die... Er zit natuurlijk een enorm verschil tussen dat... iedereen was je eigenlijk vergeten. Je zat er op je Haarlemse bovenwoning dag in dag uit te schrijven. Wie ken jou? En opeens sta je nu avond in, avond uit in de schijnwerpers. Wat doet dat met je? Dat is toch wel een enorme rollercoaster. Nou, ik zit wel binnenste buiten op een of andere manier. Want alles wat inderdaad voor die periode dat ik het boek aan het maken was gold, geldt nu precies het tegenovergesteld. En het gaat van financiën. Ik was echt berooid. Mm-hmm. Echt berooid. Dat is best wel eng hoor, dat je echt de bodem van de bodem bereikt financieel. Ja. Dat had ik. Niemand interesseerde zich voor mij inderdaad. Wat ik eigenlijk niet zo heel erg vond. En nu is dat echt wel andersom. Mm-hmm. Wat ook zo is dat... Ik heb heel lang dat boek aan niemand verteld, hè, waar het over ging. Mm-hmm. Ik wilde nooit erover praten toen ik het aan het schrijven was. Een uitzondering daar gelaten, omdat bijvoorbeeld Frans sprak over de inhoud... omdat ik hem vragen te stellen had over zijn beroep. Maar ik had het aan de Basic Buy nooit verteld. En ook niet aan mijn ouders. Ook niet aan mijn broers. Dat had met die porno te maken. Ik schaam hem daar een beetje voor. Okay. Maar nu kom ik binnen en dan kijk ik mensen aan die precies weten wat ik in 4 jaar tijd heb zitten brouwen. Mm-hmm. Dus eigenlijk de inhoud van mijn harde schijf zit ook op die van jou. Mm-hmm. En dat is ook een heel rare omdraaiing. Ja. Er komt nu niemand meer tegen die niet weet waar het over gaat. En zo zit ik eigenlijk binnen spel. En dan de ergste variant is natuurlijk dat ik nooit sprak. Ik sprak nooit met mensen. En nu de hele tijd met de microfoon erbij. Maar dat binnenste buiten zitten, is dat lekker? Of hoe lijkt me toch? Ja, ik ben een soort chameleon. Ik voel me eigenlijk niet beter of slechter dan daarvoor. Heel prozaïs. Ik bedoel echt niet dat je... Okay. Ik voel me ook niet beter dan vroeger of zo. Letterlijk beter. Of nee. Okay. Geen valse bescheidenheid. Dat is gewoon zoals het is. Nou. Of je nou goed slaapt? Ik slaap echt wel vrij goed. Nee, echt. Vrij goed, mooi. Heerlijk. Ja. Maaike. Ja, Peter, hoe ga jij om met kritiek op het boek? Want je hebt goede recensies gehad. Maar ik heb ook wel wat kritische recensies gelezen. Ja. Ik herinner me ook een artikel in de Volkskrant. Volgens mij was dat van een hoogleraar van het VU. Ja. Die ook allerlei kritiek had op stukken in je boek. Maar hoe is dat om dat dan te lezen? Want dat lijkt me echt heel zwaar. Als je zo lang eraan hebt gewerkt. Ja, dat is een leuke vraag. Daar heb ik ook wel een antwoord op wat ik zelf niet had vermoed. En dat is dat ik nu pas begrijp hoe het beoordelen van een kunstwerk met name... Dat geldt natuurlijk niet voor de 100 meter sprint. Je kunt moeilijk zeggen dat hardloper A beter is dan de andere als die andere gewoon sneller was. Ja? Maar bij kunst is dat geen uitgemaakte zaak. En dat merk je als je daar goed op let. Ik kom nu zoveel mensen tegen die bijvoorbeeld zeggen dat het boek saai is. Maar meer mensen tegen die het niet kunnen wegleggen. Ik kom mensen tegen die zeggen dat einde, dat vind ik eigenlijk te weinig uitgewerkt. Anderen zeggen van, jezus man, het einde, wat vreselijk, waarom heb je dat zo uitgewerkt? Ik kom, en dat gaat dan nog over mijn boek, maar het is me ook opgevallen. Ik heb ook in een filmjury gezeten, in Vlissingen was dat. Zat ik met onder andere die Sylvia Hoeks en een aantal andere mensen die veel verstand van films hadden. In een jury die 12 films moest beoordelen. Dan kwam het voor dat ik in mijn eentje naar die film zat te kijken in het donker. En dat ik tot soms tot tranen toe geroerd was, wat films kunnen hebben, dat ik het fantastisch vond. Dat ik naar buiten ging, dat ik dacht van nou, nu kunnen we elkaar in de armen sluiten, want we hebben de winnaar. En dan vonden van die 6 mensen, 2 altijd, steeds wel anderen ook, het echt een waardeloze film. Met andere woorden, als je dus 200.000 mensen hebt bereikt en je hebt al die
Ik krijg de hele dag gratis recensies. Hè, van mensen die me gewoon een mail sturen en dan hard luchten. En dan zeggen dat ze het of heel mooi vonden of ze vinden het niks. Ik had zelfs een keer een huisje gehuurd ergens. Kijk als antwoord waar de kattenbak moest staan. En of de verwarming aanbleef of niet. En als PS van ik kon niet door je boek heen komen. gewoon gratis. Gratis en voor niks, weet je wel. Maar wat er dus is gebeurd is dat je dat gaat relativeren. En dat ik nu kritiek meer zie als van ja oké, dat smaakt jou gewoon niet kennelijk. Kan. Ik vind soms boeken die iedereen goed vindt ook heel slecht. Dus het middelt zich een beetje uit. Ja. Het wordt een soort. En dat gezemel in de Volkskrant was dat volgens mij. Hè? Over die Bonita Avenue, of die nou links. Nou, die Paul van Ceters. Ja, wat vond je daar nog van? Want dat was natuurlijk ook geen. Nou, het leuke daarvan was dat iedereen dat heel stom vond. En, dat iedereen dat heel stom vond. Ja, ik ook. Dat vond ik zo. Dan denk ik, daar gaat het toch niet om in een boek. Of... Nee, maar ik zou ook nog wel willen vuistje drukken met die man. Want hij had twee punten. Even judoën. Nee, ook over de waarheid. Want hij had zelf tussen 74 en 78 op Bonita Avenue gewoond. En hij had geconstateerd dat als je bij mij in het boek links afslaat, dat je dan in de werkelijkheid rechts afslaat. Maar ik ben daar 2 jaar geleden nog geweest. Ja? Ja. En hij is daar 20 jaar niet geweest. Okay. Dus het kan best zijn dat hij zich vergist. Aha, oké. Okay. Dat zou wel zijn. Ja. Peter, mensen hebben vaak... Oh, sorry. Hebben vaak voorbeelden nodig, hè? Dus had je zoiets van, ja, ik zou zo willen schrijven als het toen niet precies. Je gaat niet kopiëren. Maar had je zoiets van, ja, dat zou in Jan Wolkers of... Nee, zeer zeker. Ik denk zelfs dat elke poging om een boek te schrijven zonder heldere voorbeelden, die sneeft. Dat gaat mis. Dat zie je ook bijvoorbeeld bij klassieke muziek. Het is bekend dat Bach hele stukken van Vivaldi gewoon overschreef. Om een beetje in te komen. Gewoon zo'n heel concert overschrijven. En dan had hij pas het goede gevoel en dan ging hij dan op zijn Bachs mee aan de haal. Ik wil mezelf niet met hem vergelijken hoor, daar gaat het niet om. Maar dat is een bekend voorbeeld van het kiezen van voorbeelden. Ik zou zonder een aantal schrijvers, ik denk een stuk of 10 of zo, nooit dat boek hebben kunnen schrijven. Mm-hmm. Ik heb ze ook goed bestudeerd, al eerder. Noem er eens een aantal? Alle 10. daar zitten mensen bij als V.S. Naipaul, Jonathan Franzen. In Nederland Thomas Rozeboom, en dan vooral zijn werkwijze. Dus het volstrekte toegewijde, gewoon 8 jaar niks van je laten horen. En dat niet erg vinden, dat is echt een belangrijke les om te trekken. Philip Roth, John Updike, Simon Vestdijk, gek genoeg, in Nederland. Ja, dat soort typjes. Wat spreek je Vestdijk zo aan? Ja, Vestdijk die durft lange zinnen te maken. Die trekt zich niks aan van het adagium schrijven is grappen, wat ook niet klopt namelijk. En dat gemeander en dan in zo'n meanderende zin tegelijkertijd een wereld scheppen en een sfeer creëren en humor stoppen en tragiek tegelijkertijd, dat doet hij. En dat zit in zinnen als die van Martin Bril bijvoorbeeld veel minder, omdat ze veel korter zijn. Mm-hmm. Mm-hmm. Oké. Okay. En dat schrijven is grappen, dat is onzin. Hoe kun je daar nog iets over zeggen? Waarom? Ja, dat is ooit een keer door Hemingway de wereld in geslingerd. En dat is gekopieerd op... iets van 3000 schrijfcursussen die je academisch hebt in Amerika. Ja. En wat in Amerika gebeurt, dat geloven wij. En dat heeft een soort idee reçu is dat in de Nederlandse literatuur terechtkomen, maar het slaat nergens op. Maar even jouw werk bij het UT-nieuws. Hè? Bert zegt, staat je tekst in de pot, 500 woorden, en het zijn 600 geworden. Dan moet je toch weer... Ja, een heel interessant interview met Frans van Vught, hè? Over de student union, noem maar op. Dan moet je toch... Ja, maar dat is journalistiek. Schrappen, daar geldt het wel. Maar journalistiek is natuurlijk iets heel anders dan literatuur. Ik bedoel, als je dat tegen Voskuil had gezegd, schrijven schrappen, dan had het bureau 200 bladzijden geteld. Nou, dan waren we hem echt al lang vergeten hoor. Ja, mooi. We gaan, Anneke, kun jij naar die meneer? Ja, wat ik me afvraag, kunt u mij verstaan? Ja, ik kan u verstaan. Wat ik me afvraag, u heeft natuurlijk een gigantische gok genomen door werkelijk alles op alles te zetten met het schrijven van dit boek. Ja, en met u is dat goed afgelopen. Maar misschien zijn er op dit moment wel allerlei andere mensen die het ook aan het proberen zijn. En daar loopt het slecht mee af. Ja. Hoe slecht was het met u afgelopen als het niet gelukt was? Nou, dat vind ik een hele goede vraag. Ja, dat heb ik. Kijk. Ik denk dat dat hoort bij de incalculering, bij de calculatie op voorhand. Eigenlijk ging ik er voor meer procent van uit dat het zou mislukken dan dat het zou lukken. Dus ik zag mezelf eigenlijk al als een soort lopende grap.
Hè, het heeft ook wel iets om heroïsch te mislukken. Ja, snap je wat ik bedoel? Het is eigenlijk mooier om een boek geprobeerd te hebben te schrijven op zo'n manier en het lukt niet, dan dat je al na 2 maanden de brui eraan geeft. Dus ik dacht bij mezelf, als dat dan mislukt, dan moet ik gewoon weer in loondienst. En dan stijgt mijn bewondering voor de schrijvers die ik goed vind. Dat is dan het enige positieve wat ik eruit kan halen. Maar ja, anderzijds werkte ik zo hard en was ik zo serieus dat ik eigenlijk ook stiekem in mijn achterhoofd dacht van dit gaat wel goed aflopen. Ja. Hier is nog een vraag. Oh, daar, achter de pilaar. Wacht even hoor. Mag ik er even langs, jongens? Meneer. Allereerst, ik ben al verbaasd dat vanavond over een boek wordt gesproken in de Universiteit Twente. Want in Groningen, in 1975, is dat boek van Hermans verschenen. En dat leidde toen tot heel veel gedoe. Maar ja. Nu, iedereen in deze zaal, die heeft weinig kritiek. Dus ik ben zeer verbaasd over dat enorme verschil waarop men hier op dit boek reageert. U bedoelt onder professoren, hè? Ja, ja. Ja, maar dat is toch wel, dat is wel begrijpelijk, hoor. Onder professoren is natuurlijk een sleutelroman, hè? Dat is een afrekeningsroman met de vijanden van Hermans destijds aan die universiteit. En ik denk dat daar vooral de pijn zat. Terwijl in mijn boek is de Universiteit Twente toch eigenlijk vooral de core, toch? Mm-hmm. Dus ik denk dat het voor de universiteit niet zo pijnlijk is. Het pijnlijkste stukje over de hele universiteit heb ik net voorgelezen. Sorry. Mevrouw. En dat geldt voor Hermans dus niet. Nee, dat is een heel filijn boek. Ja. Peter, ter afronding, want we moeten nader de klok van 9 uur. En jij wil misschien wel boeken signeren voor ons ook. Als daar vraag naar toch, is, als er vraag naar is, ja, ik vind het wel. In ieder geval de judo-jongens, die willen denk ik wel een handtekening van jou in. Kun jij iets, en dan gaan ook weer alle Twitter-toestellen uit. Kun jij iets vertellen over je nieuwe boek? Dat we even exclusief... Nee? Ja, weet je waarom? Ik heb dat 1 keer gedaan. Ja? Een jaar geleden of zo, toen waren we onder ons. Ja. En toen moest ik een heel stuk met de trein terug naar huis. Mm-hmm. En toen ik thuis kwam, toen stond er al een... dus die is wel ergens te vinden waarschijnlijk. Mm-hmm. Een uitreksel op internet. Echt waar. Oké. Okay. Dus ik vertrouw iedereen niet hoor, maar ik heb gewoon aangeleerd om dat gewoon maar niet te doen, want ja. Ja. Nee, dat doen we het niet. Nee. Even kijken, ik had nog 1 mededeling en dan ga ik jou natuurlijk bedanken. Dat is heel leuk, de campus heeft ook een aantal Bonita Avenue fans, Hiska Bakker, een van deze fans. Hiska, misschien kun je even... zwaaien. Hiska Bakker heeft al gegeven rondleidingen over de campus hier. Dus die voeren van het mooie grasveld naar de Bastille, het kamertje van Henk Blauwbroek, Vrijhof, noem maar op. En Hiska leest dan de desbetreffende passages uit het boek voor ook. Dit is alleen voor gevorderden of mensen die het boek gelezen hebben, want anders mag u niet mee. De tour wordt u aangeboden. Hiska Bakker staat zo meteen bij de uitgang met visitekaartjes. Dan kunt u een kaartje van haar meenemen en u kunt zich aanmelden voor deze tour over de campus. Let op, ja. Peter, het is nog even een prototype. Maar er komt hier op de campus, dat komt waarschijnlijk aan de... We hebben nu een boulevard, die heet Student Union Boulevard. Dat vinden we best aardig, maar dit vinden we natuurlijk veel mooier. Er komt ook nog onder te staan naar de roman van Peter Buwalder. Daar kunnen we het ook nog over hebben. Dus er komt hier op de campus, daar gaan wij ons heel hard voor maken. Hier de centrale boulevard, dat willen we om gaan dopen tot Bonita Avenue. Als eerbetoon aan jouw boek. Heel hartelijk dank.